5, 4, 3, 2, 1. Succes! Wat denk je wel aan dit tof? Ik kom hier elke woensdag minimaal. Elke woensdag. Ik heb hier een toffe vrouw verloren. Oh, tof, ja. Dat lijkt me veel aan. En dan kom ik misschien weer eens niet in de weg. Fantastisch feest met de kermis, Aldi. Felicie. En een chick in Thailand, dat was schiet. Huiskamer, de buur van mij hier om hier te komen. Ja, niet op voorgaan vandaag. En die Twan? Die is thuis. Ja, de huiskamer. De jongen van Paris, hoe deed je thuis hier? Tegels zijn wel heel erg. Op het toilet. Ja, laatste keer laat eten voor de week. En natuurlijk op het toilet van Rome, dan gaan ze puur hier. En dat is ontzettend lekker. Zo, Floor, dat was me toch even een drukke avond. Gezellige mensen, het was volle bak. En alle mensen hebben lekker gegeten. Zeker? Ja, zeker. Ik lust wel een wijntje eigenlijk. Oh, nou, gaan we doen. Alsjeblieft. Maar wel super fijn om te horen dat iedereen lekker heeft gegeten. Want ik vind het toch echt spannend als de nieuwe kaart is ingegaan. Ja, dat hadden we toch niet durven te dromen 3,5 jaar geleden. Dat onze droom zo snel zo'n groot succes was geworden. We hadden natuurlijk wel gehoopt. Maar ja, we hadden een heel bijzonder concept naar Venray gehaald. En Venray moest er behoorlijk aan wennen, hè? Ja, het concept was natuurlijk ook wel echt nieuw voor Venray. En ja, het was een risico van ons. Het kwam uit Amsterdam en dat haal je naar Venray. Is een risico, maar uiteindelijk is het goed uitgepakt. Waar is eigenlijk het personeel? We zijn wel klaar. Ze waren toch bijna klaar met opruimen en met poetsen? Waar moet de kerstversiering liggen eigenlijk? Oh, leg maar in de bus. Dan brengt John dat morgen naar de loods. Ik vind het wel echt jammer dat alle kerstversiering weer af is. Ja, die kerstversiering. Hallo, het hing ook al begin november. Toen was je al niet te houden met die kerstversiering. Zo, dat ligt in de bus. Oh, dus je wijntje? Ja, lekker. Maar jij moet wat zeggen, want als het aan jou lag, dan hingen de vaste lovenslingers nou wel aan de muur. Twan, je moet even wat nieuwe parasols voorstellen voor met de kermis boven de straat. Er zijn er een paar kapot gegaan. Ja, doe je, Clindy. Heeft er iemand misschien zin in een bitterballetje? Ja, lekker. Ja, nou ja, doe maar dan. Ja, lekker. Maar nu dus ook alweer met de kermis bezig. Kermis. Kermis komt er weer aan, dames en heren. Kermis. Kermis augustus. Oh, dan kan ik me helemaal uitpakken. Het komend jaar heb ik nieuwe ideeën. Ik wil meer licht. Ik wil spiegelbollen. Ik wil een laser. En weet je wat ik wil? Ik wil vuur! Ja, mooi! Twan, doe eens even rustig. Het is geen feestgevierde koets meer. Ja, dat klopt. Maar de mensen van toen staan nu weer bij ons. Alleen ze zijn wat grijzer geworden. Ja, heb jij geen last van, hè? Nee, nee. Wat ben je nou weer mee bezig? Ik heb hier net gepoetst en geen staat hier weer een vetzooi van te maken. Ja, sorry, man. God dan maar staan. Hé, maar jongens, even serieus. Ik vind het echt super gaaf dat het idee wat we 4,5 jaar geleden hadden, dat het nu echt helemaal tot leven is gekomen. Zij iemand nou tot leven gekomen? Zeg dat? Ja, hier zo, hierboven. Nou. Ik was er vanaf het begin af aan al bij. Wat heb ik al veel voor bij zien komen. En dit in nog geen 3,5 jaar. Ja, Twan en Floor, die hebben hun strepen wel verdiend. Snap je nu? Strepen. Ik heb geen idee wat er in die wijn zit, maar het is een sterk spul. Hoe dan ook, personeel, ik wil even proosten op en bedanken op jullie inzet van de laatste 3,5 jaar. Ik wil al onze gasten van de laatste 3,5 jaar even bedanken en proosten. Maar ik wil vooral proost zeggen op de toekomst. Proost! En dank u wel! Goed gedaan. Gaan we nu, hè?